Yo, what up guys, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering op mijn channel van Zelda Breath of the Wild. Inmiddels aflevering 2, we staan boven op de toren, hebben net de proloog achter de rug en gaan, ja, verder met wat de game wil dat we gaan doen. Ik weet ook niet wat, ik zie daar wel allemaal gekke dingen vliegen. Wat is dat nou joh voor iets? Wow, het vliegt ook echt over de map heen. Met propellertjes eronder. Het lijkt wel een soort machinale vogel. Want ik zie ook pootjes hangen en shit. En natuurlijk vleugels, kopje erop. Heel vreemd. Dat vliegt dus gewoon de map rond. Daar hebben we een berg in de background. Heel erg. Het lijkt heel erg op Uncharted trouwens. Dan hebben we hier het kasteel uit de cutscene met het monster. Je kan bijvoorbeeld dat zo. Als je ergens heen wilt wat je interessant vindt, dan kan je het markeren. Dus dan doe je zo. Zie je? Dus dat kunnen we bijvoorbeeld doen. Nou, in ieder geval welkom terug allemaal. Laten we verder gaan met het verhaal. Laten we de missies erbij pakken. En kijken wat we precies moeten doen. Wow, de missie wil gewoon eigenlijk helemaal niks. Die wil gewoon dit of zo. Hij is al voltooid. We hebben gewoon geen missies nu. Oké, nou laten we naar beneden gaan dan. Zie je het wel? Volgens mij moeten ze binnen de kortste keren ook een parachute gaan uitleggen, toch? Want dit lijkt me echt een kutwerk. Ik geloof dat je uiteindelijk een parachute krijgt en dan kan je gewoon lekker rondvliegen. Oh, wauw, dat is hem dus. Ja, dat klopt, dat hebben wij gedaan. Daarboven hoorden wij een stem inderdaad. Jammer. Ja, ik heb geen idee. Hoe noemen ze dat fenomeen? Ganon of Ganon. Lekker Nederlands. Ganon! Het lijkt een soort oud kwaad inderdaad. Ik denk dat daardoor ook alle monstertjes in de wereld zijn. Het verscheen uit het niets, verwoeste dorpen, de meeste inwoners moesten het met hun leven bekopen. Maar in de afgelopen 100 jaar heeft het zich niet verplaatst. Het hangt daar, verbonden met het kasteel Hyrule. Het trotse symbool van dit rijk, zonder zich verder uit te breiden. Het zal daar vast een reden voor hebben. Oeh. Oh ja, inderdaad, ik zie het. Maar daar hebben wij dat vliegertje voor waarschijnlijk. Naar beneden springen is niet zo slim, zegt hij. Dan denk ik niet dat we blijven leven. Maar niet voor niets, zegt hij er ook nog bij. We hebben ook al geroosd het appeltje van hem gestolen en een fakkel. Ik ruil het voor je. Of hij ruilt het zeg maar met mij voor een schat die hier ergens te vinden is. Ah, en daar is mijn nieuwe hoofdmissie. We moeten de schat zien te vinden. Daar vind ik alle missies terug. Cool. Kom maar mee. Ja, de oude man. Een klootzakje eigenlijk, hè? Hey, oude man. Oeh. Ja. Ik geloof, ook uit de beelden die ik heb gezien van de game, dat we al dat soort grotten af moeten. Maar wat we daar precies moeten doen, weet ik niet. Het is in ieder geval wel veel werk. Veel tempels. Er zitten kostbare schatten in die tempels verborgen. Maar in ruil voor zijn zweefzeil wil hij natuurlijk een van die schatten uit die tempels. Ik wil die verwijderen.
En die wil ik markeren. Nou, oké, dan doen we dat wel. En kunnen we dit ook aanzetten? Ik kan hem niet aanzetten met A. Dus ik heb er geen markering voor de rest. Maar goed, we kunnen er wel gewoon heen rennen. Kan ik deze beestjes ook oppakken? Wacht eens even. Ik heb een plan. Hier, ik heb een baarsje. Normale vis die overal in Hyrule kan worden gevangen, rauw eetbaar maar gekookt, herstelt hij beduidend meer levenskracht. Top. Echt een groot gamepie, joh. Hé, ik hoor weer monstertjes. Wat is dit dan? What the fuck is dat? Oh, dat is een schatkist van hun. Dankjewel voor die. Wow, oké. Ja, ik weet dus dat... lag hier nou ook nog een pijl? Er liggen hier nog andere dingen. Ik weet dus dat je bepaalde moves kan doen als je richt op iemand. Dan hou je dat ingedrukt, je focus. En als je dan springt, dan doet hij een soort backflips. Oh zo, backflips doet hij alleen achteruit. En opzij doet hij dit gewoon. Maar achteruit is dus wel handig. En voor de rest gewoon blokken en eromheen lopen, denk ik. Ja, het zal wel. Daar moeten we gewoon beter in worden, simpelweg. Ik neem al deze spullen mee, want wie weet hoeveel ik kan verkopen uiteindelijk, hè. Nou, wat zal hierin zitten? Oh, een goed zwaardje. Nou ja, die hadden we al. Maar daar heb ik geen ruimte voor. Daar heb ik echt wel ruimte voor. Hoeveel van die knotsen heb ik wel niet, joh? Even kijken, als we zo'n knots kiezen, kan ik hem natuurlijk gewoon weggooien. Zo. Daar eentje van weggooien, dank je. En dan die openen. Thanks, heb ik in ieder geval die gewoon. Nou heb ik twee van dit soort reizigerszwaarden. Waar fluit ik naar? Link, wat doe je? Naar wie floot ik? Pijltje naar onder is fluiten, maar we hebben nog geen enkele mount, dus dat werkt zeg maar niet. Een watertje. Cool. Nou, uiteindelijk moeten we naar de overkant. Dus we kunnen er gewoon of omheen gaan. Of we kijken hier of er iets te vinden valt. Ik heb wel echt nieuwe armor nodig, hè. Als ik iets zou willen vinden, dan is dat het wel. Oh, allemaal kikkertjes.
Oh, hier ligt weer zo'n bal. Oh, deze is echt zwaar. What the fuck? Er liggen hier allemaal schatten, joh. Awesome, een robijn. Ik hoop dat het later aan bod komt. Oh wauw, je kan er naartoe teleporteren. Dit zijn gewoon fast travel punten blijkbaar. De ingang wordt geopend. Top, en dan gaat het met een lift naar beneden. Of is het een teleport? Ja, een liftje, dacht ik al. Nou, onze allereerste tempel, waar waarschijnlijk een puzzel is. Gij die deze tempel betreedt, ik ben Oman. Oké. Magnesis. Ik ben heel benieuwd. Geactiveerd. Ik heb geen idee hè, wat er allemaal gebeurt. Ik ben voor de allereerste in een tempel. Het is de eerste puzzel die ik doe überhaupt. Die ook echt. Gebruik gekozen kracht van dat doen we met dat knoppie. Kijk nou, je kan het gewoon zo doen. Je kan helemaal wild mee doen. What the fuck, dit is echt cool. Wat was dat watertje voor toevoeging trouwens? Oké, awesome. Oh, maar die kracht kunnen we voor altijd dan gebruiken, denk ik. Misschien moet ik die later nog gebruiken, dus... Thank you.
Hey. Ik ben het gewoon maar aan het testen hoor, wat ik precies moet doen. Waarschijnlijk kan je het gewoon op zijn kopje laten vallen. Dubbele schildjes ook. Nou, ik herstel een heel hartje daarmee, dat is misschien wel goed. Geavanceerde schroeven. Hoe vaak hij ook wordt gebruikt, hij zal nooit verslijten, is wat er gezegd. In ieder geval, ik viel hem dus gewoon aan met dit soort blokken op te tillen. Zijn er nog schatten? Dat zou maar eens kunnen, hè? Dat er sneaky schatten staan. Verstopt of zo. Link heeft wel echt een raar kapseltje trouwens. Een teken van heldhaftigheid dat wordt geschonken aan helden die de proef in de tempel hebben doorstaan. We hebben er nu eentje van. Cool. Nou, de eerste tempel is achter de rug en het wordt avond. Dat is ook wel mooi om te zien. Komt ie weer hoor, what up? Ik ben, ja wat ben je? Wow, oké. Luisteren. Zo boos opeens. Lang, lang, lang geleden werd het gebied bewoond door Shaikas, een volk dat zijn tijd ver vooruit was. Hun beschaving is al lang geleden van de aardbodem verdwenen, maar deze tempel lijkt de eeuwen te hebben doorstaan. En daar krijgen we dus ook die speciale krachten van, en dat was die godin net. Alleen op deze hoogvlakte zijn er nog 3 te vinden, damn. Wauw. Om direct vanaf een hooggelegen puntje direct je omgeving te verkennen en dan met het zweefzeil erheen te vliegen waarschijnlijk. Dus laten we eens kijken. Oké, okay, en nu? Zie je die blauwe tekens op de toren? Ja? Ja?
perfect. Het is nog steeds inleidend proloog dit. Oké, als we de map bekijken, dan kunnen we naar die toren toe. Dit is die toren, toch? Zelfs teleporteren is cool. En dat vindt hij leuk hoor. Vindt hij grappig. Hé hey, man. Ja, dat wist ik. Die heb ik al een paar keer gebruikt. Nou. Markeer. Alleen een beetje zonde dat je niet kan in en uitzoomen. Hallo, dat was niet de bedoeling. Daar is er nog eentje. Die hebben we gedaan, hè, die blauwe. En daar is er nog eentje. Ben je blij? Helemaal in de verte is er ook een, maar die is echt, echt ver. Dus dat hebben we allemaal gemarkeerd, maar eentje helemaal daar. Oké, you happy? Oké, toppie, terug bij dit punt. Dat is de allereerste. Zie je? Oh, we kunnen dit nu ook gewoon elk moment gebruiken, besef ik me. Dat is wel heel vet eigenlijk. Ja, dat is best wel heel erg vet. Ha, op naar de volgende dan. De groene. Ik heb wel echt een mount nodig, man. Oh, check hem daar dan. Yo, wat doe je hier nou weer? Oké, dat is best eng. Joep, joep. Even kijken, waar gaat dit heen dan? Want dit was niet de bedoeling, hè? We zijn officieel op weg naar die groene, maar... Waar is de gele nu? De gele... Even kijken, ja. Ik moet hier toch sowieso heen, weet je. De rode is weer die kant op. Want hier vind ik weer een ruïne die er ook wel interessant uitziet. Wat is dit? Weer eens nieuws gevonden. Pepertjes. Pepers zijn vlammend heet als je ze rauw eet. Gebruik ze in gerechten om je op te warmen en te helpen in koude streken. Wow.
Okay, ik snap de mechanics tegen een dingetje al een beetje. Pijltjes kunnen we wel oppakken. Het lijkt me handig als ik mijn wapens wegdoe. Ik heb hier echt een overvloed aan. En dan kan ik zo'n skelettenarm meenemen. Toch, dat lag hier toch ergens? Of niet meer? Oh, je kan er vet veel van oppakken in één keer. Nou, makes sense. Opeens is het hier aan het sneeuwen. Dat had ik eigenlijk niet zien aankomen. Het is fucking koud hier. Je ziet het, mijn temperatuur is niet zo heel chill bezig. Wauw, dat armpje leeft nog. Kijk, hij heeft het fucking koud. Wegwezen. Het is ook echt, achter deze muur is het opeens koud. Wat hebben we hier? Een eikel. Zelf een eikel. Kan ik ook gebruiken voor spulletjes. Voor ingrediënten, voor gerechten. Een vleugel die je kunt verkrijgen door een... Käse. Het klinkt heel Duits. Käse. Van dichtbij kun je zien dat er vacht op zit. Mengen met insecten en... Juist. Dat stond bij die andere ook al. Mengen met insecten en... Vlinders. Nou, grote open wereld. Daar hebben we een huisje, zie ik. Nou, maakt niet uit dat het schild is beschadigd. Even kijken. Daar is een random huisje en hier is gewoon een ruïne. Wat zie ik hier nou weer? Iets goud of iets paars. Wow, daarboven is die. Hoe ga ik daar komen, joh? Kijken waar ik ben. Ja, we moeten sowieso eerst naar die groene toe. Sprintzwam. Een zwam die voornamelijk tegen plafonds en steile rotswanden groeit. Je kan je snelheid dan verhogen als je maar een gerecht toevoegt. Grappig man. Ja, we zijn onderweg naar die groene. Ja, de groene. Top. Beetje groot land. Dit is echt zo'n land waar je paardje 100% nodig hebt. Is ze nou sterker geworden hier? Nog een keer. Hey. Pijltje zit daarin. En wat zit hierin? Krachthoning. Twee hartjes in één keer. Toppie. Waar wacht ik op als je gaat wachten? Door mijn kampvuur te wachten kun je de tijd sneller voorbij laten gaan. Tot wanneer wil je wachten? Ik wil niet wachten. Dat klinkt wel heel triest. Ik wil niet wachten.
is een beetje moe. Volgens mij kan dit niet kapot, maar stel het kan wel kapot, dan zit er misschien iets in ofzo. Nee, er zit niks in en ik heb wel mijn wapen kapot gemaakt ermee. Dus dat doe ik heel goed. Ik heb geen enkel wapen. Chill. Gebruik ik die wel weer. Het skelettenarmpie. En het schild is beschadigd, maar dat kan me nou ook even geen reet roesten. Waar moeten we heen? We komen dichter en dichter in de buurt. Hekjes en frame drops. Zou ook wel vaker voor gaan komen, denk ik. Die frame drops in een wereld als deze. Op de Switch. Eens even kijken. Ja, daar moeten we heen. Hoppa. Ik ben benieuwd hoe goed het beveiligd hier wordt. Ik ben nog niet heel erg goed in de gameplay. Want je kan bepaalde moves, ontwijkingsmoves en zo kan je allemaal doen. Hey. Hey. Instant neer. What the fuck doe ik daar tegen? Game over, insta-kill gewoon. Oké, nou ja, nu ik weet dat ik door insta door gekilled word, dus insta-kill, kan ik dit proberen? Oh, het hit hem wel degelijk. Het heeft dus gewoon een levensbalk. Maar echt, jeetje. Dit versla je bijna niet, joh. Oh, wow, wow, shit, dit is er ook gewoon één. Woe! Hij werd gewoon zwaar beschermd. Nintendo Switch hemd? Wat? Wat de hel is dat? Hij is ook van niveau 1, dus dan maakt het niet heel erg veel uit. Kijk me nou met mijn Nintendo Switch hemdje. Dat is wel grappig voor mijn part 2, right? Nee, ik merk nu echt, je kan die dingen niet aanvallen. Ja, je kan wel misschien als je echt later hele goede wapens hebt. En dan zou je er misschien ook echt hele bizarre loot uit krijgen om zo'n machine te verslaan. Maar nu ben ik gewoon nog te underskilled en moet ik het gewoon ontwijken daar waar mogelijk. Maar wel grappig dat ik even dat kistje vond. En er een Nintendo Switch hemd uithaal. Nou goed, laten we deze tablet activeren. En naar binnen gaan voor de tweede tempel van dit gebied. Nieuwe tempel en daarmee het laatste wat ik doe deze aflevering. Laten we hopen dat het zo gebeurd is, want ik moet op dit moment eten. Het is rond etenstijd. Wie deze tempel betreft, hij is Jabaji. De Jabajai, Jabaji. Uit naam van de godin Hylia stel ik je voor de volgende proef. Kom maar op. De kracht van vernietiging. Oké, geef die kracht maar. Fucking skelettenarmpje wat aan mijn kont zit te kriebelen. Ik weet niet of jullie het zien op de background, maar skelettenarmpje zit echt op mijn kont te kriebelen. Nou, we hebben echt best wel coole dingen gedaan als je opzomt dat we een uitleg hebben gekregen. Afstandsbommen. Veroorzaakt de afstandsontploffing. Ontploffing kan vuilnisschade toebrengen en bepaalde objecten vernietigen. Dat is fucking sick. Die nieuwe kracht kunnen we ook gebruiken gewoon in combat. Zo kunnen we ook van die explosive barrels gewoon vernietigen. En bijvoorbeeld dat kampje in het eerste gebied bij de kerk uitschakelen daarmee. Oké.
Afstandsbom. Hummert, dit is allebei... Oh, alleen de ene is vierkant, de andere rond. Tadaa. Dat is dus wat ik moet doen hier. Zullen er ook enemies gaan komen ofzo? Ik weet het niet. Dan ging bijna mijn hartje eraf. Hé, hey, er is hier nog een secret, denk ik. En inderdaad. Open dat kistje maar. Wat zit erin? Oh, een heerlijk zwaardje. Dankjewel. We gaan eerst wel de skelettenarmpjes opmaken. Zo moeilijk zijn de enemies toch nog niet. Oh, fuck. Dat was dom. Ik schrok ook echt. Ik rende er gewoon af per ongeluk. Wow, daar ging ik echt bijna van neer. Dat was ook niet zo soepel. Geef me voedsel. Waar is die choppings? Geef me die choppings. Wow, hier krijg ik ook gewoon een... Oh, nee, daar krijg ik een kwart hartje van. Ook niet zo chill. Dit is een halve. Eten, halve, eten, hoppa, full health. Ah. Oh, dat is een vierkante. Shit, man. Oh, never mind. Het maakt geen reet uit wat je erin stopt. Of toch wel. Ik weet wel dat ik het kistje wil. Nice. Grappig. Een barnsteen. Hars is het. Het is hars met de kleur van karamel. Je kunt de stenen verkopen, maar ze worden ook gebruikt om accessoires mee te maken. Oké, dankjewel. Volgens mij was dit hem al. Zeker weten. Cool, mijn tweede heldenbol. En ondertussen kan ik gewoon... Ik sta met een Nintendo Switch shirtje aan en dat skelettenarmpje zit maar om mijn kont te krabben. Dankjewel. Awesome, tweede bol. Mijn taak is volbracht, mogen de godinje beschermen waar de huis ook heen leidt. Ik vind het helemaal mooi. Hierbij ga ik jullie bedanken voor het kijken, het liken en het support op de aflevering. Hoop ik dat jullie hebben genoten. En hebben we nog een kleine outro met misschien de man? Nope, de man is hier niet. We hebben gewoon dit punt... Ik ga hem op dit punt eindigen met het Nintendo Switch shirtje aan. Fucking grappig. Ik zit echt te genieten van het spelletje. Ik vind het echt leuk. Elke keer wil ik weer verder gewoon. En zo gaan we nu naar de eerstvolgende markering. Ja, wauw. Leuk. Fucking leuk om een keer Zelda te spelen. Fucking leuk om mijn eerste Let's Play op de Switch te behandelen. Dankjewel voor het kijken, het liken, de support. En tot de volgende aflevering van wat ik ook maak. Dank jullie wel, jongens. Tot de volgende. Peace.